Goed, dan zijn we aanbeland bij een minder leuk gedeelte, denk ik, van deze vergadering. En dat is het afscheid van onze burgemeester. Het is mij een eer en genoegen je te mogen toespreken ter gelegenheid van jouw afscheid als burgemeester. In het najaar van vorig jaar koos Almelo voor jou en koos jij voor Almelo. Je kende het ambt, maar hoe zou het worden? Spannend? Mooi? Misschien wel lastig, maar ze had ons natuurlijk al gevolgd. En hoe blik je straks terug? Gaat het allemaal de moeite waard zijn? Allemaal zaken die destijds door jouw hoofd moeten hebben gespeeld. Want je weet dat er als burgemeester van Almelo het nodige van je gevraagd wordt. Je nam kennis, visie en bevlogenheid mee. Onze stad en regio hebben veel gehad aan je bestuurlijke ervaring, je doortastendheid en je persoonlijke benadering. Een goedlachse burgemeester die zich verbonden heeft aan Almelo. Zo stond het in de krant. Lieve Mirjam, de dag die je wist dat zou komen. Graag wil ik je namens het college bedanken voor 8 bijzondere maanden. Je hebt je taak als burgemeester van Almelo met veel enthousiasme en inzet, met kennis en kunde vervuld, resoluut en daadkrachtig. Ik denk dat Arjen het goed zei. De dag waar je tegenop zag, dat ging ik ook steeds meer doen. Mijn vriendenkring en thuisfront merkten dat en die zeiden: ja, jij kiest er nou wel voor om zo'n leven te gaan doen van waarnemen, maar Mirjam, dat is helemaal niks voor jou. Want jij verbindt je, je kunt helemaal geen afscheid nemen. Dus ik ga natuurlijk, ik ben al 2 dagen aan het huilen. Ga ik nu ook ongelooflijk doen. Ik heb het fantastisch gevonden. En Louise zei het goed. Ik blijf een ambassadeur van Almelo. Want ik ben echt van deze stad gaan houden. Ik laat Almelo echt met een heel gerust hart achter. Met de juiste ambitie. En daar waar ik ambassadeur kan zijn, zal ik die zijn. Ik vond het een feest. Ook met 17 fracties. Ik ben trots ook op u. Maar ik ben ook trots op dit college en ik ben ook trots op de hele ambtelijke organisatie. En er is 1 dossier, doe mij 1 lol en dat is toch het theaterhotel. Zorg dat u heelt met elkaar. Ik heb toen ook gezegd, dit dossier kent alleen maar verliezers. Maar het gaat nu door en waar brengt dat u? U moet u focussen op al die belangrijke opgaven en ambities die u heeft. En u moet met elkaar helen. En u moet ook kijken naar de goede dingen die u doet. En ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. En ik sta altijd boven de partijen. Ik zal me niet uitspreken, maar ik doe nu mijn afscheid. En dit raakt heel. U mag niet de integriteit van dit college en deze wethouder in twijfel trekken. U kunt er van alles vinden. En u gaat lekker al die transcripten lezen. Maar ik heb 8 maanden bijgezeten. En er was geen vooropgezet plan. En zonder omsketen wil ik dat hier gezegd hebben. Ik dank jullie nogmaals. En ik ben echt, ik ben trots op Almelo. We doen het allemaal voor deze stad. En deze stad verdient het. Ik ben trots op Almelo. Ik ben trots op u. Als raad, ik ben trots op het college, ik ben trots op de ambtelijke organisatie. Ik zal altijd met heel veel plezier hier terugkomen. Dank u wel. Je gaat van het veld naar de tribune. Moedigt een stad aan naar een ander doel. Je komt niet meer alleen buiten, maar zal nooit buigen. Misschien is dat hoe het moet. Rechtop en naar bovenuit. Juist, juichend. Ben ik blij dat jij in deze periode stad zit. Ik heb nog nooit zo moeten. Graag gedaan. Ik ga je volgen. Ja, heel goed.